Laatst heb ik je aangeraakt. Op een zomersavond. Je was nog warm en ik keek je bewonderend aan. Je naakte slaap, bijna alsof je luistert naar mijn gedachten over jou. En beide denken we, het is de kunstenaar, de schepper waar ik van hou. Tja, hier ben ik dan en zie mijn leven. Maar wat is er van hem geworden die met verliefde handen mijn borsten en dijen kneedde toen er nog beweging in mij zat? Weet jij het? Zeg het me dan. Onverstoord wandelen mensen voorbij. Als hij nu ook eens beeld kon zijn, tussen al die anderen hier in de rij. Al het schoon dat hij je gaf, in je wondere beeldenis. Zou je nu ook willen weten wat er van hem geworden is? Ik heb een vraag voor u. Heeft u soms Daniël gekend? De kunstenaar die aan dit beeld van Permeke heeft gewerkt? Ja, als ik het verhaal van Daniël moet vertellen. Ik heb er een lied over geschreven. Daarin heb ik het proberen samen te vatten. Maar mensen vragen, is dat echt waar gebeurd? Natuurlijk, die man is hier ooit gearriveerd. Daniël de Vriend is de naam. Via een vriend van mij zegt, die man zou u willen bezoeken. Het is voor de eerste keer dat hij sedert de oorlog terug naar België komt. Enfin, ik vermoed al, hij woonde in Argentinië. En met de tranen in zijn ogen liep hij hier rond. En ik was een beeld aan het maken van dat formaat. Niet in Franse steen, maar in marmer. En dat staat nu in het Keizersberg, in de abdij in Leuven. En hij was ook beeldhouwer geweest, zei hij. Maar de oorlog had alles kapot gemaakt. En natuurlijk, hij is zijn verhaal beginnen vertellen en ik was er niet goed van. Hij was op aanraden van Cyril Verschaven in Duitsland gearriveerd bij Arno Breker. Hij had bij Permeke gewerkt en bij Verschaven gewerkt. En natuurlijk, ja, heel zijn verhaal. Van Nazi-Duitsland en je wist hij niet goed waarover het ging. We waren wel jong, zegt hij, en een beetje naïef en we zagen wij dat geen kwaad in en de Duitsers. Ik heb nog met Goebbels en met Geuring, zegt hij, pinten gedronken in cafés in Berlijn. Maar die oorlog heeft alles kapot gemaakt en langzaamaan zijn we dan beginnen beseffen wat de Duitsers in die kampen allemaal uitgericht hadden. En, hij is toch uitgeweken naar Argentinië. Omdat hij hier geen enkele kans niet meer had. En hij stond hier dus bij mijn beeld. Maar had een keer een slag of drie doen, zegt hij. En Daniël heeft hier met mijn naam en mijn bijtel. Ik zag dat onmiddellijk, dat dat mijn beeldhouwer was. Dat, hij had dat in zijn handen. Hij wist hoe dat hij moest slaan. Een grote, sterke vent. En we hebben samen een borrel gedronken en die heeft veel verteld over die oorlog. En ik was daar diep van onder de indruk van die man die zo op een slecht moment in de geschiedenis is. Als jonge, veelbelovende artiest.
is geknakt geweest. Zijn geloof in de kunst was... Je hebt te veel meegemaakt in de oorlog. 2 jaar later is hij nog een keer terug geweest om afscheid te nemen. Hij had kanker en je wist dat hij niet veel meer te goed had. En hij heeft niet veel gezegd. Met tranen in zijn ogen heeft hij mij hier al heel lang de hand gedrukt. En kort erop is hij gestorven in Argentinië. Ginder. En dan heb ik die ballade geschreven in de jaren 20, 30. Leefde hier in het vlakke land. Een artiest in hart en nieren, een kloekend elf van het Vlaanderland. Ja, heel die romantiek van Verschaven, heel die... Ze waren blind, wisten ze echt niet wat er gebeurde in Duitsland. Ze hadden toch die boekenverbranding, heel die scheve ideologie van Hitler. Hoe dat ze dat niet gezien hebben, ja. Hoe dat ze dat niet gezien hebben. Enfin... Ben ik geen historicus, geen professor, schrijf ik rijmpjes en gedichtjes en maak ik beelden. Dat is mijn manier om erop te reageren. Maar Daniel is een aangrijpende figuur. Ik had er echt mee te doen. Dan zei hij, ja, hoe zou ik geweest zijn in die periode? Had ik 20 jaar geweest, als die oorlog, vlak voor de oorlog, misschien was ik ook meegesleept in die romantiek. Ik weet het niet, hè? Je weet dat niet. Ja. In de jaren 20, 30 leefde al hier in het vlakke land. Een artiest in hart en nieren, een kloekend elf van het Vlaanderland. Daniel kapte grote beelden in blanke marmer en graniet. Hij boetseerde en hij moleerde, een ander duvel bestond er niet. Een ander duvel bestond er niet. Wat wil het volk van het arm Vlaanderen, een platte steen voor op zijn graf? Laat die artiesten makreveren, koop ze maar liever een bedelstaf. Wie permeken en wie verschaven, verdiende Daniel dan zijn brood. Ik kneedde de klei tot lieve neren, of ferme vrouwen nakt en bloot. Ferme vrouwen nakt en bloot. Een brood mag iedereen geven, maar nooit niemand geen slechte raad. Naar het oosten trok toen Daniel, Westerwanden doet geen kwaad. En daar kapte hij en boetseerde naar het antiek-Griekse model. Germaanse helden en heldinnen in een blinkend marmeren vel. In een blinkend marmeren vel. Ik leefde in de wolken in Arno Brekers atelier. Ik heb mijn gubbels nog pinten gedronken in een Oud Berlijns café. Wist je dan echt niets van die wapens en van de Führers de Voetsplan en van die onschuldige Jodenkinderen? Daniel, wist je daar echt niets van? Daniel, wist je daar echt niets van? Oh, ik wist er niets van Dachau en van Auschwitz al even men. Want dan is mijn hart gebroken, ben ik gestorven diep binnenin. Achter tralies ik dan gezeten, met mijn honger en mijn groot verdriet. Naar Argentinië uitgeweken, mijn vrouw en mijn hopen, maar meer niet. Maar mijn vrouw en wat hopen, maar meer niet.
notenbakker is die daar geworden in een nederig werkmanskleed. Om zijn zielen te doen genezen, dag en nacht de klei gekneed. Daniëzus stond wagenwijd open, met arme lussen zijn brood gedeeld. En zo is daar ook de tit verstreken, de tit die alle wonden heelt. De tit die alle wonden heelt. Daniël, zijn levensdroom was grote beelden maken. Er was voor Daniël een grote toekomst weggelegd. Hij was een ambitieus, jong academisch geschoold beeldhouwer. In die tijd voor de oorlog werd hij opgemerkt door onze grote Permeke en in zijn atelier binnengehaald. De grote beelden van Permeke heb ik gemaakt. Zijn Marilou die in Middelheim staat heb ik geboetseerd. Permeke kon dat aanvankelijk niet. Onvermijdelijk kwam Daniël als artiest in deze hoek van het land in contact met Verschaven. Want de ziener van Alveringen wou ook beelden maken. En weer werd Daniël de perfecte meesterknecht. Deze keer maakte hij geen wilde, naakte boerendochters, maar een vrijle Adonis, verrezen Christus genaamd. Maar door het vertrek naar Argentinië is het echt scheppende werk er nooit meer van gekomen. Er was iets gebroken. De beeldhouwer was dood. Intussen hoorde ik dat Daniël gestorven was. Helemaal deze keer. En ik heb er deernis mee. Met de talentvolle, sterke kerel die een slecht lot getrokken had in de loterij. Of op het slechte moment en op de slechtste plek de kunstwereld binnenstapte. Als ik nog eens in Middelheim kom, dan zal ik nog eens aandachtig naar Marilou kijken, bij wijze van postume groet. Dag Daniël, dood en begraven ergens in Zuid-Amerika. Wellicht niet in een nis gezet in de bergflank zoals de oude bewoners van dat continent. Mocht je nu op dit moment jong zijn geweest, je zou mijn assistent geweest zijn. En samen zouden we de wereld nogal verbaasd hebben. Dag Daniël, ik bewaar u in een van de nissen van mijn hart. Een heel bijzondere nis. Met het uitzicht op mijn atelier. Je mag erbij zijn, zolang ik leef.